De matchwinnaar niet, maar wel heel belangrijk. Je pakt het punt. Ja, klopt. Een heel belangrijk punt. Nou, heel belangrijk. Gewoon voor het gevoel heel belangrijk, denk ik. We zijn bezig, hoop ik, met een goede race nu. We hebben 2 gewonnen, nu 1 gelijk. Ja, het was een beetje, ja, eerst zelf een beetje een dode wedstrijd, maar ja, gelukkig nog die 1-1. Je moest wel vanuit je tenen komen, hè? Ja, ik denk bij iedereen. Over de inzet, op de tweede helft heb ik niks te klagen, denk ik. Het is misschien een voordeel dat we nog rood pakken. En, ja, ik denk wel, je hoopt wel dat die bal goed voor je voeten valt natuurlijk. En dat je hem in mag schieten. Maar ja, hij werd nog een beetje aangeraakt en ging er lekker in. Nou begin je steeds op de bank. Vorige week begon je op de bank, nu begin je, vandaag begon je ook op de bank. Hoe ervaar je dat? Ja, spelen, ja, ik ben vooral niet een speler die graag op de bank zit, maar ja, we moeten wel realistisch zijn en kijken naar waar ik vandaan kom en conditioneel. En, ja, ik heb vorige week aangegeven dat ik op 70-80% zit en ja, dat is nu niet ineens 100%, maar ja, dat doe je door minuten te maken. En, vorige week had ik gelukkig 45 minuten, nu iets minder. Maar, ja, het is dan lekker dat je dan op de momenten dat je de minuten krijgt belangrijk bent. En gewoon ja, nu met een goaltje en vorige week ook. Loop je dan echt als veld in als je in mag vallen? Met, ik moet het nu verdomme doen. Ja, sowieso. Je bent een aanvaller en je wilt altijd scoren. En ja, wat ik al zeg, je hebt heel weinig tijd om wat te doen. Maar als, je dan, als het dan valt, dan, ja, dan dat doet het wel goed. Dankjewel, man. Alsjeblieft.